De reacties zijn wisselend, maar over het algemeen zeggen mensen heel goed dat de burgemeester nu iets gaat doen. Wat er aan de hand is in de binnenstad Oost van Helmond, is dat er de laatste 3 maanden een aantal schietpartijen hebben plaatsgevonden. Veel overlast is door drugshandel in het openbaar, steekpartijen en andere vervelende dingen. En daardoor heeft de burgemeester besloten om tijdelijk dit gebied aan te wijzen als een veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie daar, als ze toestemming krijgen van justitie, iedereen op straat preventief mogen fouilleren. En we zijn hier even de buurt ingegaan om te vragen mensen wat ze ervan vinden. De reacties zijn wisselend, maar over het algemeen zeggen mensen heel goed dat de burgemeester nu iets gaat doen. Want we voelen ons toch wel onveilig op straat. We zien het steeds vaker gebeuren dat er vervelende dingen plaatsvinden. Dus het is heel goed dat de burgemeester ingrijpt. Sommige mensen zeggen het gaat wel een beetje ver, preventief fouilleren. Want ik heb niks te verbergen, dus waarom zou ik me moeten laten fouilleren? Maar die reactie is toch wel de minderheid van wat wij horen.